Voor u staat een dankbaar, een trots en een strijdbaar partijleider van de Partij van de Arbeid. Beoogd partijleider, voeg ik daaraan toe, want, dames en heren, morgen is pas het partijcongres. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen van de leden en dankbaar voor deze prachtige verkiezingsstrijd die wij mochten voeren. En allereerst dan natuurlijk dank aan mijn formidabele medekandidaten die stuk voor stuk een fantastische campagne neergezet hebben en Nederland hebben laten zien wat de Partij van de Arbeid allemaal in huis heeft. Dank ook aan alle medewerkers van de partij die de debatten organiseerden en deze verkiezingen in goede banen leidden. En grote dank aan alle vrijwilligers. Natuurlijk die van mijn eigen campagneteam, maar zeker ook die van alle andere campagneteams. Jongens, laat je even horen. Zij hebben 3 weken lang een fantastische prestatie geleverd. Wat een energie en wat een betrokkenheid hebben we de afgelopen weken gezien. Bomvolle cafés. Ik herinner me café de Reutel in Middelburg. Ronald en ik op het biljart. En de mensen vielen bijna uit het raam. Zo vol was het. En lokale vrijwilligers die een heel plein in een winkelcentrum van Spijkenisse vol weten te krijgen voor een campagnebezoek. En leden die naar meerdere debatten afreisden, omdat ze zo vonden dat ze alleen op die manier goed geïnformeerd hun keuze konden maken. En tegen de cynici. Die stellen dat politiek de mensen niet meer interesseert en politici de mensen niet meer bereiken, zeg ik. De afgelopen weken bewezen uw ongelijk. Politiek leeft en de partij bruist. Ik ben ontzettend trots op deze prachtige partij. En ik ben strijdbaar. De leden van de Partij van de Arbeid hebben de partijleider van de grootste oppositiepartij van Nederland gekozen. En die oppositie wil ik krachtig gaan aanvoeren. Samen met mijn collega's in de Tweede Kamer, met de hele partij, ook met andere partijen en met maatschappelijke organisaties, zullen wij de strijd aangaan tegen het onverstandige en soms ronduit onfatsoenlijke beleid van het kabinet Rutte. En met nieuwe energie die we al hebben opgedaan en zeker nog gaan opdoen in de komende tijd, zie ik die strijd met optimisme tegemoet. En met ongeduld. Er is weinig fantasie voor nodig om te voorspellen waar het Catshuisberaad naartoe op weg is. Naar een versterkte voortzetting van de afgelopen 1,5 jaar. Meer korte termijn hak- en breekwerk in essentiële voorzieningen en de koopkracht van lage en middeninkomens. Geen hervormingen die de economie versterken en zo het begrotingsevenwicht realiseren. En, zo weten we sinds een week, we krijgen niet alleen meer financieel trapezenwerk, maar ook meer heilloze polarisatie en lege flinkheid op immigratie en integratie. En dat verdient het sterkst mogelijke meerwoord, dames en heren. En onze oppositie zal ook meer zijn dan dat alleen. Wij zullen zelf met heldere alternatieven komen. Om de economie weer te laten groeien en om het begrotingsevenwicht te herstellen. Ook als dat moeilijke hervormingen en bezuinigingen vergt. En bij die keuzes zullen wij ons altijd laten leiden door onze principes. Eerlijk delen, kansen bieden, vooruitgang creëren. En dat betekent dat we een extra bijdrage zullen vragen van degenen die dat kunnen dragen. Maar ook dat we banen voor arbeidsgehandicapten behouden en passend onderwijs ontzien. En dat we verder blijven investeren in een duurzame economie en in onderwijs. Dat zijn de pijlers van onze vooruitgang. En onze visie staat daarmee lijnrecht tegenover die van het kabinet. En ons alternatief gaat ook verder dan alleen een economische agenda. Tegenover Rutte, die de publieke zaak wil vermarkten of ontmantelen, de geluksmachine uitzetten noemt hij het, zet de Partij van de Arbeid juist in op versterking. De straat, de school, het verzorgingstehuis en al die voorzieningen vormen de verheffende en verbindende kracht in Nederland. De agent, de onderwijzer en de verpleger, dat zijn onze geluksmachines. En versterking betekent dat we hen de ruimte geven, ook als we daarvoor de bestaande instituties te lijf moeten. De Partij van de Arbeid zal het herstel van de publieke zaak weer tot haar absolute prioriteit moeten maken. Wij zullen Nederland laten zien dat er een betere uitweg uit de crisis bestaat. Dat we niet in chagrijn en pessimisme hoeven te blijven hangen. Nederland kan haar optimisme, haar zelfvertrouwen en haar verbondenheid weer terugvinden. Nederland kan weer dat land worden waarin we meer zijn dan een verzameling individuen. Een land waarin we elkaar sterker maken. Waarin iedereen, waar je ook geboren bent, hoe je ook geboren bent, een kans krijgt om het beste uit zijn leven te halen. En een sterke Partij van de Arbeid gaat daarvoor zorgen. Ik dank de leden voor hun vertrouwen dat ze in mij hebben gesteld om daarin voorop te gaan richting de sterkst mogelijke Partij van de Arbeid. Dank u wel.